DAZN. Het rapport van Jonas de Roek en de zijne. Zij moeten zien te proberen om die trend gewoon verder te zetten. En mee jacht te maken op leider Racing Genk. Corbani is naar de bank verhuisd. En Dennis Odoi neemt zijn plaats in op het middenveld. En ook Girano Kerk komt erin. En dat ten koste van Valencia op de rechterkant. Even nog handjes schudden met Hannes van der Brugge. Deze manschap nog eens ophebt. Daar gaan we. De eerste lange bal van Ravis. Opnieuw een corner met Manier. Kopbal! En de kopbal in de armen van Lammens. Kopbal was er van Miyange. De fans willen Antwerpen naar voren zien. En dat kan nu met Ondrejka. Ondrejka probeert buiten om. Afleggen is goed. Sherry moet scoren. Maar hij schiet hem ernaast. Grote kans voor de thuisploeg. Corner ondertussen met Manier. Die blijft hangen. En dan de trap van Van der Brugge. Was goed op de slof genomen. Maar te centraal om Lammens te verrassen. En kijk, Ondrejka is weg. Lammens heeft dat gezien. Geen buitenspel. De controle moet goed zijn, maar hij glijdt weg. En dan de kans voor Kerk. En de goal. Dat is een weggever achterin bij Cerkelen. De aanval leek gewoon gedaan te zijn. Maar Antwerp krijgt goal hier in een cadeauverpakking. Girano Kerk. Tweede doelpunt van het seizoen. Wat zal Cercle zich dit beklagen? De lange bal van Lammens. Stap Kaku, denk je. Er is wel wat ruimte nu voor Cercle. Denk je gaat schieten, denk je redding Lammens. Sherry Ondrejka, dat gaat lekker op links. En Sherry Vrijt gaat naar Jansen. Die zet zich door. Sherry kan scoren. Sherry maakt er 2-0 van. Mooie aanval van Antwerp. En zo verdubbelen ze de voorsprong. Jaron Sherry met zijn zesde. Een schot tussen de palen. Dus ja, het staat wel 2-0. Hier verlengt hij dan, denk ik. Dan weer erover. Misschien dat die slipper nog in zijn hoofd zit. Zou best kunnen. In ieder geval, hij zal zijn talenten in de tweede helft moeten laten zien. Sherry niet, wel Ravic. En die bestuurt een lange richting Minda. Alderweireld geen makkelijke bal om te verwerken, dat zien we. Hier al Minda. Komt de 16 in, Minda. Korte hoek, Bataille. Rechtdoor tot bij Jansen. En Kerk. Tegenover Miyange. Ook Manier die komt helpen. Kerk is er langs en laat hem liggen voor Jansen. Die trapt met rechts, maar Alderweireld. Buitenspelgeur aan deze positie van Ondrejka. Jansen. Jansen kan draaien. Trappen Jansen. Hij leek zelf even te schrikken van hoeveel ruimte hij had. Vincent Jansen. Het is een goede mix bij Antwerpen. Van oud en jong. Sherry, prima. En Jansen mist hem. Knap ingestudeerd nummertje van Antwerp. Even kaatsen van Olijkbe. Kaku. En dan komt die bal voor Augusto. Redding van Senne Lammens. Stevige knal van Felipe Augusto. Om de bal speelbaar maken, dat is prima werk. Janke kan hem voorzet trappen. Verlengd door Somers. Te zacht. Odoi, heerlijk. Nou, hij amuseert zich op een beeld. Dat is altijd het geval bij Dennis Odoi. Hier Vincent Jansen. Goed, ruimte gevonden bij Ondrejka. Die kiest voor het schot. Ondrejka! 3-0 Antwerpen. Het gaat al zo makkelijk vandaag voor de aanvallers van de Great Old. En Jakub Ondrejka doet ook zijn duit in het zakje. Scoort voor de vijfde keer dit seizoen. Ja, het was een aanval die wel wat passes telde. Maar er werd hen ook heel weinig in de weg gelegd.
afwerking van Ondrejka. Is prachtig. Hier een beetje geluk bij Sherry van Jansen. Het overzicht bewaren, even geduld. Ondrejka, het wijken van Diakité die er veel te ver. Mooi van Valencia. Valencia, nog steeds Valencia. En dan schieten. Wat een goal was me dat geweest. Maar te weinig krul in zijn poging. En die draait daar weer heel goed uit. Hier is Sim Renders. Meegeven met Doumbia. Doumbia, mooie kapbeweging en dan de redding van de Lange. Antwerp swingt. Hij heeft vandaag op geen enkel moment moeite gehad bij Cercle Brugge. Dat komt doordat Cercle de goals eigenlijk zelf heeft weggegeven. Maar leken de fans niet echt om te geven.